Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Zenden via steeds meer kanalen uit. Hè? We hebben het altijd al via onze eigen site gedaan. We doen al een tijdje via Facebook. En sinds vorige week, voor de Amsterdammers of de mensen in de regio Amsterdam onder u, zijn we ook te zien via Salto 1. Ja, daar ben ik heel trots op. Ja, is toch leuk? Ja. En gewoon de lokale omroep. Ja, dus, ja, dat is, dus als je ons in groot formaat gewoon op je tv wil kijken, moet je naar Salto. Kan dat ook. Ja, zit leuk. Gewoon op de kabel, toch? Ja, gewoon op de kabel. Ja. Ik weet niet welk nummer, maar dan moet je me even een beetje langs zetten. Salto 1. De gast vandaag is Sabine van der Plas. Sabine, je bent van Sweek. Klopt. Wat doen jullie? Kort gezegd, we zijn een sociaal en open platform voor lezen en schrijven. We leggen het in simpele woorden uit. We zijn... zoals YouTube voor video's is en SoundCloud voor muziek, zijn wij voor verhalen, voor fictie. Dus iedereen kan deze uploaden en iedereen kan deze lezen en ermee interacteren. En kun je wat vertellen over je geschiedenis? Hoe lang bestaan jullie en hoe groot zijn jullie nu? We zijn nu zo'n 9 maanden officieel gelanceerd, maar daarvoor waren we ongeveer 1,5 jaar bezig met natuurlijk het krijgen van financiering, het idee opzetten. Maar ook het bouwen van het platform. We hebben dan de Android, iOS apps en het webplatform. En daar hebben we ook nog zo'n 10 maanden over gedaan om dat live neer te zetten. Ja. Ja, waar kwam het idee vandaan? Hoe kwam je hierop? Waar zag je de vraag? We begonnen vrij algemeen. Ik deed eigenlijk een stage bij mijn bestseller. Ja. Misschien daar zijn jullie vast wel bekend mee. De leading self-publisher in Nederland. Dus iedereen kan boeken uitgeven als e-book en paperback en hardcover en die verkopen. En toen zijn we een beetje verder gaan kijken. Oké, we zijn al bezig met innovatie in de uitgeefindustrie. Maar wat is de volgende stap? Wat komt erbij? En toen zijn we dus gaan kijken naar de smartphone en korte verhalen. En dat waren trends die we zagen in de industrie. En toen zijn we verder gaan kijken. Oké, wat zien we nog meer? Waar hebben gebruikers en lezers en schrijvers, daar hebben ze behoefte aan. En vanuit daaruit zijn we het concept gaan ontwikkelen met een aantal pijlers. En dat is interactie, een goede ervaring op de smartphone. Dus het moet echt ook vervanging voor het boek kunnen zijn. Ja, en interactie en connectie met de... Ja, want wat is dan het allerbelangrijkste verschil met My Bestseller? Want je zei, dat is natuurlijk, daar kan iedereen zelf een boek uitgeven. Ja, dus dat is echt nog een boek... In de vorm van een e-book. Een kant-en-klaar product. Ja, dus dan moet je hoofdstuk 1 van, tot en met 14 moet je van begin als je helemaal eind. Klaar bent, dan kun je daar terecht. En bij jullie is het veel meer een... Het is heel dynamisch. Dus stel ik ben een schrijver en ik heb 1 hoofdstuk af. Dan zet ik dat op Sweek. Publiceer ik. Dan kan iedereen dat volgen. Iedereen kan feedback achterlaten. En natuurlijk gewoon lezen. Mag ook anoniem. En zodra de schrijver denkt, oké, ik ga nu het hoofdstuk 2 schrijven. Of misschien zelfs wel met feedback van de... Van de lezers, dan krijgt iedereen een push-notificatie van oké, volgende hoofdstuk daar staat erop en iedereen kan tegelijkertijd verder lezen. Ja. Wat heeft dat tot gevolg gehad? Want je schrijft een hoofdstuk, je krijgt feedback. En ik zou me kunnen voorstellen dat er ook een schrijver is die zegt, weet je, ik laat me sturen door mijn lezers. Hè? Van, ik weet ook nog niet waar het verhaal naartoe gaat. We beginnen met hoofdstuk 1. Wat moet de hoofdpersoon doen of iets dergelijks? Heeft het gevolgen gehad voor het soort van... Is dit echt anders dan een boek, de eindresultaten die er zijn? Want ik lees het nu als het hoofdstuk af is, maar is dat een andere ervaring uiteindelijk dan een boek lezen? Of is het gewoon een boek in mondjes? Ja, dat denk ik wel. Dus, in die manier is het echt een community. Dus we hebben heel veel verschillende soorten verhalen. We hebben inderdaad hele boeken. De schrijver zet dat hele boek erop. En die wil misschien een beetje feedback op de taal of waar kan ik verbeteren. Maar er zijn ook vooral heel veel jongeren. En die beginnen eigenlijk met schrijven en die vormen echt een cirkel van mede-schrijvende meiden, ook jongens, maar ook heel veel meiden. En die geven elkaar feedback en die volgen de verhalen en die zijn echt nog niet af. Dus die zijn heel erg afhankelijk van de feedback die ze krijgen en waar de lezers ook de nadruk leggen, dus wat ze interessant vinden. Dus dan eigenlijk maak je het proces van het schrijven transparant. Dat is wat je doet en daar betrek je de community bij. Ja zeker. Eigenlijk wordt de lezer wordt ook deel van het... Van het product, van het verhaal. En daardoor is het ook heel leuk voor de schrijver. Dus het is echt een motivatie om verder te schrijven. Als jij even volgers krijgt en die zegt, ik wil graag een nieuw hoofdstuk. Wat gebeurt er met die en die? Hoe gaat het verhaal verder? Ja. En dat natuurlijk geeft veel meer motivatie dan dat je in 1 keer 300 bladzijden gaat schrijven.
zonder dat je weet, ja, wat vinden leeftijdsgenoten of wat vinden lezers hiervan. En al las ik ergens dat jullie, want jullie zijn, wat zijn nou, 8 maanden? We zijn in oktober vorig jaar tijdens de Frankfurt Book Fair zijn we officieel live gegaan. Daarvoor las ik ergens dat jullie al 75.000... Ondertussen op de 130.000 gebruikers. Ja. Dat vind ik ongelooflijk veel. Ja, wat zelf ook niet zo snel verwacht. Ja, we zijn op heel veel markten actief, ook om te testen. Dat is wereldwijd, hè? Ja, dus we hebben ook heel veel in Latijns-Amerika, India, Duitsland, Polen, Turkije, Brazilië. Dat zijn ook grote markten voor ons. Dus om te testen waar wordt het goed onthaald en hoe kunnen we de juiste geïnteresseerde doelgroep vinden. Maar het is ook gewoon heel deelbaar. Iemand schrijft een verhaal en die zegt, deelt het op Facebook of die vertelt aan zijn vrienden van, je kan het verhaal lezen. Dus daardoor hebben we veel word of mouth. Maar ook met bijvoorbeeld onze campagnes op social media groeien we ook heel snel. En taggen schrijvers, die taggen dan andere hun vrienden of andere schrijvers. Of, jij kon toch leuke verhalen schrijven. Veel competities hebben jullie ook, hè? Dat doen we heel veel. Daar zijn gebruikers heel enthousiast over. Dus vandaag hadden we ook weer bekendmaking van de winnaars. En dan krijgen we de hele dag berichtjes van wanneer komt de uitslag. En die delen ook allemaal op Sweek met elkaar de links van hun eigen verhalen. Die allemaal in dezelfde wedstrijd zitten. Dus die vormen op die manier ook weer een community van degene die aan dezelfde wedstrijd meedoen. En we hebben per wedstrijd, hangt ook een beetje van de markt af, zo'n 1000 tot 2000 deelnemers. Veel, en dat hoe verklaar je dat succes? En dan bedoel ik vooral niet zozeer de landen of de sociale impact ervan, maar welke behoeften, zeg maar, bij het gewone publiek vervullen jullie? Ja, ik denk dat toch de sociale behoeften van lezers en schrijvers, dat het belangrijkste. Er zijn dus ontzettend veel mensen met schrijfambitie bijvoorbeeld. Nee, zeker. Ja. Die nu, waarvoor nu de drempel heel hoog is bijvoorbeeld. Ja, want je hebt ook altijd een soort van elite groep die boeken kon uitgeven en die gelezen werd. Ingewikkeld. Ja, maar als je dit nou vergelijkt, ik bedoel, bloggen zou kunnen zeggen is ook een schrijf- en leesplatform. Ja. Nee, inderdaad. Je hebt ook inderdaad Medium en heel veel blogwebsites. Ja? Waar verschillen jullie in die zin in? Waar zijn jullie beter in op dat gebied? Of waar spreekt het meer aan? We focussen ons ook erg op de fictie. We hebben ook wel non-fictie. Maar we richten ons vooral op wel de verhaalbeleving en het echt de leeservaring. Dus als je begint met lezen, dan halen we gewoon alle afleidingen weg. Je kan ook altijd kiezen, nu wil ik een comment achterlaten of nu wil ik volgen. Maar we zijn ook heel erg mobile first. Dus je kan de app downloaden, je kan in de trein beginnen met lezen, je kan verhalen offline opslaan. Dus daardoor zijn we echt ook een leesplatform. Dat je ook kan zeggen, ik wil nu een uur wil ik dit verhaal En hoe vind ik bij jullie wat goed is? Iedereen kan publiceren, dus je moet ook, niet iedere schrijver is even goed die op het platform zeker. Zit. Nee, we hebben ook inderdaad, we hebben echt topverhalen en verhalen van schrijvers die inderdaad wat proberen. Het eerste verhaal wat ze in de wereld helpen. Maar we hebben een aantal lijsten. Dus we hebben de uitgelichte lijst. En daar als Sweek team, voor elke markt hebben we iemand die naar verhaal selecteert en deze leest en kijkt wat de gebruikers leuk vinden. Die zetten we in de uitgelichte lijst. Dan hebben we de topauteurlijst. En dit zijn, hier komen de verhalen van auteurs die wij geverifieerd hebben. En gezegd, hierbij kunnen we echt kwaliteit garanderen. Dus we weten dat hier geen spelfouten in zitten, dat het plot goed is, dat je de schrijver misschien wel kent. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we Corine Hartman, teleschrijfster, of Jen Mikman, young adult schrijfster. En die komen automatisch in die lijst. Ja. En verder hebben we ook de populaire categorie. En dat is gebaseerd op de interactie, aantal volgers, comments, likes. Mm-hmm. En daar komt omhoog wat de lezers leuk vinden. Net zoals misschien, ik weet niet of het werkt hoor, of Martinus, onze technicus, het kan laten zien. Maar dan, anders zouden we even een paar dingetjes kunnen laten zien van de website. Dat is mooi, Martinus. Je bent goed bezig. ik heb alleen zelf geen afkijk, dus ik kan niet zien wat jullie zien thuis, maar dat maakt niet uit. Hier hebben we dan een voorbeeldje, ik laat het maar even van jou zien, van jullie website. Het zijn de Nederlandse. Bijvoorbeeld het uitgelicht of het populaire gedeelte wat je net beschreef. Ik vroeg me af, wat betekent bijvoorbeeld die groene vinkjes voor een naam? Want Dat zijn de geverifieerde auteurs. Want, maar bijvoorbeeld zo'n Lydia van Houten, die geeft ook gewoon haar boeken uit via een uitgever. Ja, klopt. Maar die zit ook bij jullie. Hoe werkt dat dan?
Ja, nou, het hangt heel erg ook wel weer per auteur af. Zij heeft dan een exclusive preview op Sweek geplaatst. Dus voordat iemand op bol.com bijvoorbeeld de preview kon lezen, het eerste twee hoofdstukken, dan kunnen ze het al op Sweek lezen. Maar bijvoorbeeld Corine Hartman heeft dan een exclusief vijfdelig kort verhaal erop gezet. De hoofdprijs. Ja, ja, en dat is dan niet uitgegeven. Maar natuurlijk linken we ook naar de boeken. Dus we zeggen, oké, heb je genoten van het verhaal? Vond je het leuk? Ja. Dan heb je hier de auteurswebsite of de link naar de... Ja. Dus ook een manier voor schrijvers om met iets jongere generatie... Ja, hoe oud, heb je daar een idee van? Hoe oud zijn jullie gebruikers? De grootste groep is tussen de 18 en de 25. Daarna tussen de 13 en de 18. En dan stapsgewijs gaat het omhoog van 25 tot 35. Ja. Oké, maar heeft dus ook een belangrijke functie. Uitgevers kunnen jullie platform ook gebruiken om extra marketing te doen en te teasen en dingen weg te geven. En die kunnen daardoor ook jullie community zeg maar gebruiken voor hun eigen PR. Zeker, ja. Je brengt dan het verhaal naar de belevingswereld van smartphone gebruikers. Gratis? Ja, op dit moment is alles gratis. Waarom? Voor nu hebben we als doel zo snel mogelijk... te groeien en een van de grootste communities wereldwijd te worden voor lezen en schrijven, dus voor mobile publishing. En op de lange termijn hebben we een aantal revenue modellen, en waarvan de belangrijkste het self-publishing is. Dus we hebben ook het Sweek self-publishing platform, mede mogelijk gemaakt door mijn bestseller, die de techniek daarachter doet. En ons uiteindelijke doel is om mobile publishing te integreren met self-publishing. Dus stel, ik ben een schrijver, ik doe een jaar over, elke week doe ik een hoofdstuk. En op een gegeven moment doe ik zoveel hoofdstukken. Dan denk ik, het is wel leuk om hier een papieren versie van te hebben. Voor mijn familie, voor mijn vrienden. En als iemand veel fans hebt, voor de fans, voor de lezers. Of om uitgegeven te worden. En dan dat je heel makkelijk van Sweek dat verhaal kan uitgeven en in de boekhandel Dan kun je ook in kleine oplages of... Ja, want we drukken al vanaf één exemplaar. Ja. Ja. Maar nu is alles gratis. Dus je zei eerder, de eerste tijd voordat we live gingen, hebben we onder meer besteed ook om het vinden van investeerders geld. Mm-hmm. Dus dat, zeg maar, de investeringen laten dit toe, dat jullie nog geen geld hoeven te verdienen. Ja, nee, langzamerhand over tijd natuurlijk wel. Maar voor nu is het doel om zo groot mogelijk te groeien en vooral heel veel actieve gebruikers te hebben. En daarna daarop te Wie zijn jullie concurrenten? De grootste concurrent is op dit moment Wattpad. Dat is een vergelijkbare platform, heel veel gericht op fanfictie. Dus zij hebben een iets jongere doelgroep, wel tussen de 13 en de 18 jaar. En daar hebben ze 40 miljoen gebruikers. Die zitten ook al 10 jaar in de markt. Dus dat is op dit moment de grootste concurrent. En we zien ook dat veel... schrijvers bijvoorbeeld op allebei de platforms zitten. Dat ze allebei de communities kunnen aanspreken of dat sommigen van Wattpad naar Sweek verhuizen. Als het ware. Hey, het kost een hoop geld, als je mikt op bereiken en nu je businessmodel nog eventjes achterwege laat. Hoe financieren jullie dat? Wie hebben jullie als investeerders? Investeerders Centraal Boekhuis en mijn bestseller. Okay. En zij is voor ook natuurlijk een lange termijn investering in de... Ja, nieuwe manieren van uitgeven. Maar natuurlijk ook als uiteindelijk hulpmiddel. Het Centraal Boekhuis is van alle uitgevers samen. Ja, maar uiteindelijk ook om de uitgevers en boekhandels ook weer een tool als Sweek te bieden. Dat ze dat kunnen gebruiken om inderdaad als marketingkanaal om jongere generatie te bereiken. Ja, en kun je een idee geven van hoe lang jullie dat volhouden met die strategie en hoeveel geld daarin? Ingaaf zitten. Op dit moment hebben we voor 3 jaar een jaarlijkse investering. Dus jullie kunnen echt 3 jaar vooruit? Ja, en we hebben nu dan op 1,5 jaar zitten we ongeveer. Dus we kunnen nog heel erg groeien en we willen echt aan het eind van die ronde wel gewoon op de miljoenen gebruikers zitten. Ja, en met hoeveel mensen zijn jullie op dit moment? Het core team, we zijn met 3. Dus ik, Veronica Kortevenko en Peter Paul van Beckham. Hij is ook CEO van mijn bestseller. Ja. En verder hebben we een team van zo'n 6 developers en 6-7 stagiaires die ons helpen met marketing en community management. Want ik krijg natuurlijk ook heel veel vragen binnen van al die gebruikers en
dat moet allemaal geregeld worden. Ja. De beste verhalen moeten gekozen worden. Alle influencers moeten benaderd worden. En al die schrijfwedstrijden is natuurlijk ook heel arbeidsintensief. Ja, zeker. Ja. Er moeten ook allemaal visuals voor gemaakt worden. De ideeën, de prijzen moeten allemaal geregeld worden. Dus het is heel veel werk, maar gelukkig hebben we een groot team. Ja. En iedereen vindt het heel leuk om te doen. Jij zei net, jullie bereiken een jong publiek. En dat is ook gemaakt voor zeg maar, de nieuwe generatie lezers en schrijvers. Kun je daar iets over zeggen? Leest die groep inderdaad minder papieren boeken of minder boeken of e-pubs dan de oudere generatie? Of zie je nieuwe lezers aanhaken die eigenlijk het lezen een beetje verleerd waren? Wat kun je daarover zeggen? Ja, het is ook moeilijk om te koppelen dat degene die op de ziek zitten misschien laat minder of juist meer lezen. Maar uit onderzoek is wel bekend dat heel veel jongeren wel op een andere manier lezen. Dat natuurlijk met nu de korte attentiespannen, je hebt overal prikkels, dat het juist fijn is om niet een heel boek in één keer te lezen, maar elke keer een hoofdstuk of een kort verhaal. Het lijkt me ook heel onrustig. Je bent misschien met 10 boeken tegelijk bezig, dus of 15 boeken tegelijk bezig. Want er zijn allerlei schrijvers die zijn hun boeken in deeltjes naar je toe aan het sturen. Ja, ik denk ook wel aan de persoon zelf ligt wat ze fijn vinden. Maar waar we zelf heel blij mee zijn, is dat we die diversiteit hebben. Dus we hebben inderdaad ook lezers die zeggen, oké, ik wil inderdaad... zijn nu bezig met een filter en dan kan je selecteren op boeken of verhalen die af zijn. Dus dan weet je dat je niet hoeft te wachten en dan kan je die lezen. Maar ook lezers die net zoals bij Netflix, soms heb je een hele serie die je in één keer krijgt. Soms kan je zelf kiezen. Eens per week een nieuwe aflevering. Ja, maar we merken wel met echt de jongere generatie dat ze het juist leuk vinden om met z'n allen dan te praten over dat nieuwe hoofdstuk. Dat ze feedback en comments achterlaten. Trek je ook andere schrijvers? Zijn het ook andere schrijvers in de regel die jullie hebben dan de reguliere schrijver? Vinden ze het allemaal leuk bijvoorbeeld? Aan de ene kant, de reacties zijn leuk, maar het betekent ook dat je tijd moet besteden aan de opmerkingen, et cetera, aan je fans. Ja, nee, het is ook inderdaad een investering. Het gaat ook niet vanzelf, maar ik denk dat met alle platformen en marketing en online bereiken opbouwen. Net als met social media, je begint met 10 volgers en op een gegeven moment heb je er 20.000. Dus je moet er wel tijd en energie in stoppen. Maar we zien dat vooral nu de schrijvers die een beetje in het middensegment zitten, dus die daar de tijd voor hebben, maar die wel ook die een eigen marketing moeten doen, vooral die het heel interessant vinden. Maar ik geloof wel dat langzamerhand ook de topauteurs, zoals we gelukkig al bijvoorbeeld een Corinne Hartman op ons platform hebben, dat die ook langzamerhand gaan zien dat dit wel de nieuwe manier is. Tot nu toe snapte ik het, maar nu zit ik er wat doorheen te bladeren en kom ik opeens Anna Karenina tegen. Een boek over Tolstoj. Ja, de klassiekers staan er ook. Graf Leo Tolstoj, maar dat, volgens mij is dat uit de 60 of 70 jaar of zo. Klopt. Oliver Twist lijkt me ook niet van gisteren. Ja. Nee, toen dacht ik opeens van, nu snap ik hem even niet meer. Tot nu toe dacht ik jongere lezers, losse hoofdstukken, teasers. Nee, dat is de diversiteit die we willen bieden. Dus we hebben dan user-generated content. En dat is de populair, de uitgelichte lijst. En op de apps kan je ook alle nieuwe verhalen voorbij zien komen. Ja. En dan deze klassiekers staan alleen in de klassieke lijst. Dus dan kan je echt daar gericht tussen de klassiekers kijken. Als je daarin geïnteresseerd bent. Dus ook vooral lezers die denken. Of bijvoorbeeld jongeren die zo'n klassieke moeten lezen voor boekenlijsten. School. Ja. Of gewoon lezers die daarin geïnteresseerd zijn, die kunnen dan lezen. En is dan bij jullie ook met name voor dit type boeken, wat al af is en nog een ruime tijd af is, is dan dus ook juist het sociale aspect belangrijk? Praten de lezers over het boek? Geven ze reacties op het boek? Met de klassiekers zien we dat veel minder, maar ik denk dat ze ook natuurlijk weten, diegene die kan er niet meer op reageren. Hangt het me af, we hebben ook een aantal Engelstalige boeken die af zijn, die hebben we toen in de uitgelichte lijst gezet. En die schrijvers krijgen echt regelmatig feedback. Omdat schrijvers die willen elkaar ook steunen door middel van het geven van het feedback. En heel vaak in de omschrijving zetten ze, ik wil graag feedback ontvangen. Maar natuurlijk zie je met de ongoing stories dat het wel veel meer is. Van dan reageer ze op elk hoofdstuk in plaats van één keer. En hoe zit dat dan met rechten en vergoedingen? Want ik vermoed dat wat jullie in de klassieke lijst hebben staan, dat dat rechtenvrije boeken zijn, dat uitgevers dat prima vinden. Nee, natuurlijk, dat hebben we gecheckt.
Want dat blijft natuurlijk een lastig ding, hè? Dat uitgevers daar niet heel makkelijk mee zijn. Dat is ook een reden dat veel schrijvers... Ook met boeken die al lang niet meer in de boekhandel liggen of noem maar op. Wij zelf ergeren ons daar nog wel eens aan dat bijvoorbeeld met zo'n initiatief als bol.com samen met Kobo, hè? Wat ze dan claimden als de Netflix voor de boeken, dat uiteindelijk daar dan de nieuwe uitgaves allemaal net weer niet op staan. Waardoor het natuurlijk ook nooit een succes zal worden, denk ik dan. Hoe kijk jij hier naar? Want weet je, nu staan er wat rechtenvrije dingen op, maar hebben jullie de ambitie om eigenlijk ook voor die hele back-catalog van die uitgevers een platform te worden? Dat is natuurlijk wel ook onze droom, dat inderdaad uitgevers daarmee akkoord gaan en zien dat... Maar dan zal je wel een verdienmodel ook voor die uitgevers moeten hebben. Ja, op dit moment, omdat we zelf ook helemaal gratis platform zijn, zien we het ook vooral voor de uitgevers als een eigen investering. Stel, ik heb een backlist title en dat verkoopt bijna niet meer. Ik zet het op Sweek, ik vind lezers en op die manier kan ik mijn front, zeg maar de nieuwe boeken op die manier promoten. Op de lange termijn hebben we al wel ideeën over Sweek Premium of inderdaad manieren voor uitgevers om... een beetje in feuilleton-stijl, inderdaad chapter bij chapter elke week iets te uploaden waar echt een abonnement aan vast zit. Mm-hmm. Inderdaad ook wat andere modellen voor de schrijver en uitgever om hier aan te verdienen. Maar vooral is het nu een manier, zoals op social media, om mensen te bereiken. Dus eigenlijk de social media voor lezers en schrijvers. En op die manier hun eigen boeken ook te promoten. Wat zijn de belangrijkste landen voor jullie? Waar zitten de meeste van jullie gebruikers? Op dit moment Latijns-Amerika. Dat zegt iedereen doet daar alles via de smartphone. Zelfs laptops zien we daar veel minder het gebruik. En die zijn ook heel sociaal. Dus dat begon al op Facebook, dat onze pagina heel snel groeide. Dat iedereen elkaar tagde, dat iedereen heel erg bezig was met feedback achterlaten. En dat zagen we ook meteen zich verplaatsen naar Sweek. Dat het heel goed past bij de levensstijl en de cultuur. Maar ook in India groeien we nu heel erg hard. Natuurlijk is het sowieso een enorme markt en ook een heel opkomende markt. Met misschien minder concurrentie dan bijvoorbeeld in Amerika of Nederland. Er zijn heel veel initiatieven waar je ook je plek in moet vinden. En die zijn heel supportive en die laten op alle verhalen laten ze hun feedback achter. En ze willen alle schrijvers steunen. We zien gewoon dat daar een heel goede match is. Dus dat zijn een beetje de grootste markten. Ja. Maar ook Brazilië en Polen en Turkije, dat zijn... Nee. Ja, jullie doen nu Engels, groeien. Spaans, Portugees, Duits, Frans en Italiaans. Dat zijn we. Is toch een hele lange lijst. Daarin zijn we vertaald. Dus we hebben iets van 12 talen waarin je Sweek kan gebruiken. De app en webplatform. En we hebben dan 60 talen waarin je kan schrijven. Ja, ik zie het, Dus stel al woon ik in Thailand, kan ik ook verhalen uploaden, maar dan gebruik ik het in het Engels. Maar dan kan je wel alle Thaise verhalen vinden. En op dit moment worden er 50 talen gebruikt. Ze hebben verschillende talen in India natuurlijk, bijvoorbeeld Roemeens, Hongaars, Zweeds. Je hebt nog niks in het Swahili, dat is wel jammer. Ja, daar moeten we nog even aan werken. Nee, ik vind het wel intrigerend wat je zegt over die mobiel. Je zei het net bij Latijns-Amerika ook weer, dat daar iedereen alles op zijn mobiel doet. Er is natuurlijk altijd veel discussie over, hè? Gaat nou echt alles naar die mobiel? Weet je, de e-reader gaat er toch ook vanuit het concept van de e-reader, dat mensen het toch fijn vinden om... net op een wat groter scherm boeken te lezen. Maar je zei net ook dat de jongeren massaal en dat veel liever op een mobiel doen. Blijkt dat ook uit jullie cijfers in Nederland? Ja, nee, dat is sowieso onze grootste markt. En dat is ook natuurlijk een gevoel van ons. Ze zijn eraan gewend, ze doen de hele dag alles op een Apple smartphone. En het is natuurlijk ook zo, je hebt verder geen investering nodig om een e-reader te kopen. Je hebt toch een smartphone. Je hebt hem 24/7 heb je hem bij je. Dus al sta je ergens in de winkel te wachten, of je zit in de trein, of je zit in het vliegtuig, dan heb je altijd toegang tot je smartphone en dus tot de verhalen. Ja. En verder hebben we ook bijvoorbeeld een aantal het vliegtuig, opties. Kun je ook downloaden? Dus dingen die je leest? Als je het volgt, dan wordt het automatisch in je bibliotheek geplaatst. En alles wat in je bibliotheek staat, is op je telefoon opgeslagen en dan houden we ook gewoon bij waar je bent. Dus ook als je 8 uur lang in het vliegtuig zit, dan... Dus het werkt net als een e-reader, weet je wel, de luxe. Ja, dus dat staat er gewoon op. En verder kan je ook je lettertype aanpassen en natuurlijk de helderheid en die manier voor je eigen ogen comfortabel maken.
Nou, interessant. Heb jij niet nog wat verhalen liggen die je wilt publiceren? Gewoon de eerste hoofdstuk, zijn we heel tevreden mee, zeg maar. Eerste hoofdstuk? Nee, dan vind ik het leuker om het... Het was denk ik leuker om juist er iets voor te gaan maken. Nee, maar... Ik vind dat leuker dan hergebruik. Nee, maar het kon zijn dat je die roman waar je aan begonnen was, dat waar je bij hoofdstuk 2 bent gestrand, dat je... Die is daar weer verder kan gaan. Bij, als... Ja, dat je hoofdstuk 1 gewoon eerst iets publiceert. Ja, krijg je wel motivatie. Moet jij me wel liken, hè? Ja, dan ga ik je liken en dan geef ik je feedback. Ja. Ja. Oké, okay, dan... Is dit voor uitgevers ook een talentenpool? Kijken uitgevers ook al zo naar? Op dit moment hebben we in Duitsland met Ravensburger, die je natuurlijk kent van de puzzels. Die hebben ook een uitgeeftak. En die hebben een wedstrijd op Swiek gezet. En ze zeggen, oké, als jij een boek of verhaal af hebt van minimaal 50.000 woorden, zet het op Swiek, zorg dat mensen het kunnen lezen, dat ze een mening erover kunnen geven. En dan kiezen wij de 5 verhalen met de meeste volgers, dus met de grootste fanbase. Die gaan door naar de finale met 1 wildcard die door de editors en de jury van Ravensburger gekozen wordt. En daaruit, uit die 6, kiezen ze uiteindelijk een boek wat ze gaan publiceren. Dus dan kan je als beginnend young adult schrijver, of misschien ben je helemaal geen schrijver, maar vind je het interessant en wil je gewoon beginnen, kan je uiteindelijk bij een uitgeefcontract terechtkomen. Ja. En dit gaat al heel goed. Ze zijn heel blij. Waarom gebeurt dat in Duitsland wel en in Nederland niet? Het hangt ook net af met welke uitgever we inderdaad contact hebben of die er op dit moment al naar op zoek was. Maar we zijn nu bezig met de afronding. Het duurt nog een maand. En dan willen we die case opzetten, die succescase, en dan dat aan andere uitgevers aanbieden. Dus dan weer alle Nederlandse uitgevers contacten van als talent scouting platform. Ja. Ja. Nou, interessant hoor. Dankjewel. We gaan je volgen. En heel graag, want ik vind het nu al heel indrukwekkend. Ik vind het echt ongelooflijk hoor, dat gaat. Dankjewel. Ja, 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 we zijn er heel blij mee. Dus kom graag nog een keertje terug om te horen hoe het tegen die tijd staat met de wereld, de verovering van de wereld. Nou, dat was geleefd, vind ik. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken natuurlijk zoals altijd PQR, het bedrijf dat voor de hosting van Fast Moving Targets zorgt. Streamzilla uit Groningen, dat voor de livestream verantwoordelijk is. Bier & Co. voor de biertjes. Jij hebt een badgast. Yes. Hoe bevalt hij je? Nee, hartstikke lekker. Nooit geprobeerd, maar... Oké, aanraden. Stekel, Heineken, lekker als altijd. Ja, prima. Ja, oké. Ik de pale ale van Doggy, of de Doggy style pale ale. Een lekker biertje. Even kijken, heb ik nog meer? Ja, Freedom Lab natuurlijk van waaruit we uitzenden. Kijk je live, blijf kijken. Bijvoorbeeld ook als je via Salto op dit moment kijkt. Kijk je on demand, dan weet je dat al onze programma's terug te vinden zijn via fastmovingtargets.nl of via ons YouTube kanaal. Dankjewel. Dag.